Je moet wel een beetje nadenken. Je kan niet zomaar alles dom lopen oppakken, want dan scheur je van alles af. Een vrachtwagen trekken, een steen van 200 kilo tillen en een hele grote band flippen. De sterkste mannen van de wereld zijn dit weekend in Groenlo om mee te doen aan de Strongest Man. Die wordt in meerdere landen gehouden en degene met de meeste punten, die mag zich dan de allersterkste noemen. Wat is nou de bedoeling? Een hoop dingen tillen, van A naar B brengen, soms weer terugbrengen, soms boven het hoofd, soms naar beneden. Soms leggen we het ergens op. Eind vandaag leggen we het allemaal weer weg en dan kijken we wie er heeft gewonnen, wie het beste dat allemaal heeft kunnen doen. U bent zelf Achterhoeker, hè? Ja, ik heb zelf een onderdeel sterkste man een keer gedaan, de truckpool. En dat is me niet goed bevallen, want ik heb hem 40 meter getrokken, maar ik had een liesbreuk. Ik had mijn oogaderen geknapt, dus dan weet je wel, niet voor mij geschikt. Wat is er nou zo leuk aan om te kijken naar die wedstrijden van de sterkste mannen? De sympathie tussen al die mensen, dat vind ik altijd mooi om te zien. Ze maken elkaar in ieder geval niet af. Nee, maar er zit een soort sympathie in, dat heb je nergens anders. Is hij ook een beetje sterk? Ja, hij gaat zo proberen met mij wat oefeningen te doen. Komt er ook veel denkwerk bij te pas? Ja, best wel. Je moet wel een beetje nadenken. Je kan niet zomaar alles dom lopen oppakken, want dan scheur je van alles af. Je moet wel een techniek bij kijken, je moet wel een beetje nadenken hoe je iets neer gaat leggen.